Fortuna tegen AGOVV wordt eigenlijk al in de 16e minuut beslist. Als Tim Reserveur van AGOVV dit doet. Ja, en dan heeft Jeroen Abbink eigenlijk geen herhaling meer nodig. Hij heeft het direct al gezien, de scheidsrechter. Dit kan niet door de beugel. Ik geef hiervoor een rode kaart. En dus, ja, heeft Wim Dusseldorp bijna de hele wedstrijd een mannetje meer. En dat wreekt zich natuurlijk uiteindelijk. Iedereen denkt dat dat al in de 38e minuut gebeurt als Kevin Diaz de 1-0 aantekent voor Fortuna Sittard. Dan lijkt het ook helemaal afgelopen met de AGOVV. Maar nog geen minuut daarna, hier de vrije trap, invaller Troost op de paal. En ja hoor, Michiel Hemme van AGOVV met de 1-1. Een onverwacht genoegen voor de Apeldoornse ploeg. Maar nog voor rust wordt het toch 2-1. Wouter Schelen in de blessuretijd van de eerste helft. Terwijl Bert van Marwijk, bijna van zijn voetstuk valt. Hij ziet een leuke tweede helft met steeds deze Richard Stolten over links. De betere van Thomas de Korte, de Belgische rechtsback van AGOVV. Mike van der Kooi met een eigen doelpunt. Weer over de kant van de Korte. Weer is het Stolten. En dit keer Gommans met de afronding. 57 minuten gespeeld, 4-1. Hoe erg wordt het dan voor AGOVV? Nou, Harry Gommans heeft nog één goal in huis. De eindstand derhalve tussen Fortuna Sittard en AGOVV Apeldoorn. 5-1.